Vinia van Mechelen, we zijn hier vandaag in Ferrara. Jullie speelden met de Belgian Red Flames tegen Italië. Hoe liep het? Ja, ik denk dat we een heel sterke eerste helft spelen. Maar dat we dan op de counter een goal tegenkrijgen, dat is wel heel jammer. Want ze hadden ons nog gewaarschuwd voor de match. Ja. De penaltyfout was penalty, hè? Ja, sowieso. Ze trekt mij helemaal neer. En anders was ik 1-1 met de keeper. Dus. Ja. Jullie staan 0-1 voor. Wat denken jullie dan? We gaan de rust kunnen houden, die 0-1? Of werd het moeilijk dan? Nee, ik denk dat we het alle vertrouwen in hadden. Dat we de 1-0 vast konden houden. Maar ja, we krijgen dan op een counter een goal tegen. En dat is wel heel jammer. Dan de tweede helft. Jullie beginnen goed. Maar de druk van Italië werd sterker, hè? Ja, druk werd sterker. Maar ik denk dat wij een paar kansen hebben gekregen. En als we die afmaken, dan is 2-1 voor ons. En dan is het een heel andere wedstrijd. Ja. Hoe zie je het vervolg nu in deze groep? We gaan keihard werken en proberen alle wedstrijden te winnen. En ik denk dat we dan nog wel een kans maken om groepswinnaar te worden. Oké, ik dank je. Veel succes nog. Dank u wel.